Hoe heb jij deze wedstrijd ervaren? Nou, een beetje met twee kanten. De eerste helft was sowieso een beetje slordig vanuit onze kant. We gingen een beetje mee in hun renwedstrijd eigenlijk. Tweede helft pakken we het goed op, denk ik. We komen gewoon goed op 2-0 voor. Niks aan de hand. En uit het niets valt eigenlijk volgens mij de 2-1. Allemaal rare momenten met de strafcorner en strafballen en dergelijke. Een beetje zoals afgelopen weekend in de EL bij ons eigenlijk gebeurde. En je moet het niet weggeven nadat je nog een strafbal houdt en met nog 1 minuut op de klok 2-2 tegenkrijgt. Dat is gewoon zonde. Hoe kan dat dan toch gebeuren? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik moet zo meteen nog even terugzien wat er zeker daar plaats in de hoek gebeurde. Maar volgens mij liepen we elkaar een beetje in de weg. Slechte communicatie. Zondag dacht ik ook nog met 10 man omdat we een rare gele kaart kregen. Dus ik denk dat het daardoor de organisatie niet helemaal op orde was. Maar wat ik zeg, ik kan het niet goed verklaren eigenlijk. Het waren natuurlijk dynamische dagen, want een week geleden stond je nog in Barcelona, waar je zelf ook een uitermate belangrijke strafbal mocht nemen. Hoe ging dat? Ja, dat was ook een beetje een rare situatie met lang overleg en veel gedoe om de strafbal zelf eigenlijk. Dus het duurde onwijs lang. Maar ik wist in elk geval waar ik hem wilde gaan nemen. Maar je zag wel, nadat ik hem gescoord had, dat er best wel wat spanning van me afviel. Dus die zat er wel degelijk. Het was wel een gave wedstrijd die we uiteindelijk wel in de laatste minuut hebben gewonnen. Oké, dankjewel.